D66 vindt heel belangrijk dat iedereen zijn huis moet kunnen verduurzamen. Maar we doen ook regionale economie. Het zorgen dat er nieuwe bedrijven hierheen komen. Dat bedrijven met elkaar samenwerken, met kennisinstellingen, universiteiten samenwerken. Maar we zorgen ook voor dat het open landschap mooi blijft. Dat natuur beschermd wordt. Dat landbouw duurzamer wordt. Wij beloven en wij doen ook wat wij beloven. D66 doet wat het belooft. Een gedeputeerde is eigenlijk een wethouder van een provincie of een minister van een provincie. Dus ik ben fulltime actief om de provincie te besturen. Ze moeten gaan stemmen omdat de provincie echt heel veel belangrijke dingen doet. Elke dag kunnen mensen dat merken door als ze de bus nemen, als ze over de weg naar een andere plek in de provincie gaan. Maar we doen ook regionale economie, het zorgen dat er nieuwe bedrijven hierheen komen, dat bedrijven met elkaar samenwerken, met kennisinstellingen, universiteiten samenwerken. Maar we zorgen ook voor dat het open landschap mooi blijft, dat natuur beschermd wordt, dat landbouw duurzamer wordt. Ik ben trots op dat we heel veel bedrijven en kennisinstellingen naar Gelderland hebben kunnen halen. Dat we daarmee ook onze economie sterker gemaakt hebben. En ik ben trots op dat we circulaire economie, het afvalloos produceren en afvalloos consumeren, op de agenda gezet hebben. Ja, het mooiste voorbeeld is de komst van Unilever. Unilever concentreert al zijn voedingonderzoek in Wageningen. Dat zijn 500 banen, een gebouw wat nu bijna af is. Dat is dan wel de grootste acquisitie van de laatste jaren geweest. Wat D66 dan ook wil, is voor al die bewoners die samen, dus in een coöperatie, willen verduurzamen, dat elke huishouden die in zo'n coöperatie samenwerkt, €2000 krijgt om stappen te kunnen zetten om het huis te verduurzamen. Nou, D66 gelooft dat we moeten investeren in de toekomst. We hebben elk vorig programma ook fors geïnvesteerd in het verduurzamen van de provincie. Ook nu willen we €2,6 miljard investeren in het verduurzamen van de woningen van Gelderland. Dus gewoon minder energie gaan gebruiken, dus een huis isoleren, zon op het dak, warmtekrachtkoppeling gebruiken, eventueel warmtenetten en ook minder gas gaan gebruiken. Nou, wij leveren heel veel aan Engeland. Denk aan de South House of Parliament, gemaakt in Elst bij Heinz. Of het wc-papier in Kuik, wat ook naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Dus er is veel te verliezen, maar ook veel te winnen. Want ik zeg vaak van, what after Brexit, wir lieben Deutschland. Het is ook weer een aanleiding om Duitsland te herontdekken. En Nijmegen is een grensstad, dus heeft veel te winnen aan meer binding met het Duitse achterland.